Hoi, vandaag laat ik jullie zien hoe je deze nagels maakt. Ik ben niet zo goed in dit soort filmpjes opnemen, dus sorry, het is echt een hele klus geweest. Maar het is me wel gelukt, met moeite. Ik hoop dat het duidelijk is hoe ik het heb gedaan. Het is een soort French manicure geworden, vind ik. Het is wel schattig. Als eerste lak je nagels, dat heb ik gedaan met een L'Oréal lakje. Dit is 502M. En volgens mij is deze niet meer verkrijgbaar. Dit is een bruin-roodachtig lakje en hij is mat. En hij is wel heel mooi. Ik heb twee laagjes gelakt. En het is echt een mooi kerst-winter lakje, vind ik. Vervolgens gaan we met een... ik gebruik de Conat set hiervoor. Het is een spons set van Conat. Met een spons. Dat is heel makkelijk. En hiermee gaan we sneeuw maken. En daarvoor gebruik ik een wit lakje. En deze is van Essence. Ik weet niet of deze ook nog verkrijgbaar is. Ik dacht het wel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Gaan we dus sneeuw maken. En ik heb ook nog glitters. En dat gaan we ook erop doen. En dat kan je doen met een spons, maar dat kun je ook gewoon hup opgooien. En deze glitters komen van de Action vandaan. Deze zijn heel goedkoop. Ik weet niet meer hoeveel precies, maar ze zijn wel heel goedkoop. En je hebt het in meerdere kleuren. Ik zal je een paar kleuren laten zien. Je hebt deze kleuren bijvoorbeeld en nog veel meer kleuren, maar ik gebruik de witte. Maar het is heel mooi wit, echt, het is echt net sneeuw. Nou, als eerste gaan we dus sneeuw maken. Ik ga proberen in te zoomen, als dat lukt. Ja. Ik hoop dat jullie het een beetje op beeld hebben. Ik ben niet zo goed in filmpjes maken. Dus. En ik doe gewoon een beetje zo erop. Ik pak dus het spons. Kijk of ik het... Nee, ik kan het niet meer inzoomen. En dan een beetje zo. Dan zit het erop en dan gaan we dat op de nagels doen. Zo zit het op je nagel. En dan gaan we de volgende nagel doen. Nu heb je dus alle nagels zo gedaan. En... Belangrijk is om deze plek dan gelijk schoon te maken, want anders krijg je dat nagellak niet eraf. En dat wil je niet. Schoonmaken doe ik trouwens met een Conat Clean Pad Remover. Vervolgens ga ik dus de glitters erop gooien. Dit kan je ook met een spons doen, dat kan. Maar je kan het ook gewoon lekker zo huppatee erop gooien. Ik zal jullie allebei de manieren laten zien. Als je het erop wilt gooien, dan adviseer ik je om een topcoat te gebruiken. Dan blijft het langer zitten, want dit is snel droog. Als je het nu erop gooit, dan valt het allemaal weer eraf. Ik gebruik de, ik zei het al, ik gebruik de Essence topcoat hiervoor. En dan doe je zo gewoon een beetje zo. Glitters. Eigenlijk moet je hieronder wat neerleggen. En dan kun je het zo een beetje... Is het wel mooi, hè? Kijk.
Leuk, hè? Zie je het? Het is net echt sneeuw. Nou, dus je kan het zo doen. Maar je kan ook zo ook dit doen. Kijk maar, zo. Dit kan ook. Alleen vind ik het zelf lelijker. Kijk. Het is niet echt mooi zo. Ja, ik vind het zelf niet echt mooier. Ik vind dit leuker, dus ik ga de andere twee gewoon op het eerste maniertje doen. Zoals ik het eerst deed. Dus gewoon, hup. Nou, dan heb ik al mijn nagels gedaan. Nu kun je ervoor kiezen om, om het nog leuker te doen. Namelijk flakies. Als het een mooi donker lakje is, is het heel prachtig. Kijk, je kan het een beetje zo. Kijk. Het zijn net sterretjes in de lucht. En als laatste breng ik dus de topcoat aan. Zo. En dit is dan de nail art geworden die ik heb gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en een beetje duidelijk vonden. Ik denk niet dat ik nog meer filmpjes ga maken, want ik ben er zo slecht in. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!